Ja, goed om aandacht te besteden aan twee prioriteitsprojecten in EHA. En ik zeg dat vanuit mijn lidmaatschap van de Political Affairs Committee van de Association. En dat is om in kaart te laten brengen de kosten van blood diseases, bloedziektes, zowel de kwaadaardige als de niet kwaadaardige. En ook om een research roadmap, zoals we dat noemen, in elkaar te zetten. Wat betreft het eerste hebben we opdracht gegeven aan een afdeling gezondheidseconomie in Oxford University om dat grondig te doen. En niet alleen in Nederland, maar in alle landen van Europa. Voor zover de data beschikbaar zijn. Er moet ook wat geëxtrapoleerd worden, maar zij hebben veel ervaring. Ze hebben dat ook in de oncologie gedaan voor projecten. Dat is nu bijna klaar en de resultaten zullen worden gepubliceerd na peer review. Dus dat is inzichtelijk voor iedereen in de wereld. En het tweede programma is de Research Roadmap. Er is natuurlijk heel veel research in de verschillende centra in de Europese landen. Maar deze groep onder leiding van Andreas Engert, hematoloog uit Keulen, heeft in 9 hoofdstukken alle grote hematologische beelden, zowel kwaadaardig als niet kwaadaardig, in beeld gebracht. En het onderzoek waarvan 200 auteurs die daarin hebben meegewerkt, experts in the field, denken dat ze de hoogste prioriteit hebben voor de komende jaren. Nou, die twee programma's vertonen ook een link. Ik zal u een voorbeeld geven. Als je denkt aan een ziekte als acute leukemie, nou, dan kun je op je vingers laten, dat is dure behandeling, dat is maanden in het ziekenhuis, stamceltransplantaties enzovoorts. Als duidelijk is hoeveel dat nou precies is, ook het wegblijven van werk, er komen veel meer aspecten bij kijken dan alleen de kosten van de medicijnen en de kosten van een ziekenhuisopname, maar al de andere implicaties worden meegenomen, dan kan dat natuurlijk gebruikt worden om tegen de, bijvoorbeeld in Brussel te zeggen, luister eens, dit is waarop bespaard kan gaan worden als er meer geld beschikbaar komt voor onderzoek om die acute leukemie effectiever te behandelen. Dan kun je daaruit als consequentie trekken dat de kosten van behandelingen ook omlaag gaan. Denk aan de targeted treatments, hè, waar we tegenwoordig in plaats van veel geschud met een tabletje een ziekte in remissie kunnen brengen. Gewoon polyklinisch. Nou, dat is de link tussen beide programma's. En die twee programma's zijn vrijwel afgerond. Die worden ook gepresenteerd, de preliminaire data hier. Vandaag op EHA in Wenen in de Advocacy Track. We hebben een hele dag die aan dit soort onderwerpen is gericht. Met patient advocates die betrokken zijn. En ik denk dat dat twee hele belangrijke rapporten worden. Waarmee EHA ook op een goede manier de boer op kan. Leuk project afgelopen jaar. Ruim een jaar is geweest om vooruitlopend aan de viering tijdens deze meeting in Wenen van 25 jaar EHA. En onze 20ste jaarvergadering hebben we een project opgepakt om een historyboek te maken. Elke association, society die zichzelf respecteert, zal op enig moment dat ook neerleggen. En we hebben een editorial board gevormd, waar ik zelf het voorrecht had voorzitter van te zijn. En hebben een professionele wetenschapsschrijver, een science writer ingehuurd. Peter Vermeij uit Amsterdam. Die heeft vele interviews gehouden. We hebben met elkaar natuurlijk gezegd, wat willen we in dat boek hebben? Welke hoofdstukken? Het ontstaan van de association, dat is niet zomaar zonder slag of stoot gegaan. Er was ook tegengas in diverse landen in Europa. Dat wordt ook beschreven in het boek. Het leest echt als een, niet als een history, maar als een story. Echt boeiend om te lezen, vind ik zelf ook. Mooi geïllustreerd met foto's tot aan de dag van vandaag, hoe de association is gegroeid. Niet alleen qua aantal leden, maar veel professioneler is geworden met een aantal working parties, commissies, waardoor het een naar mijn idee gestroomlijnde organisatie is geworden, die de hematologie in Europa behartigt. Dat staat in onze missie natuurlijk, dat we behandeling, onderzoek van patiënten met kwaadaardige ziektes is onze missie. Dus ik zou zeggen, schaf het boek aan en lees het. Het geeft je goede achtergrond over wat EHA is all about.